Welkom bij Mats Buster. Mijn naam is Mats en relax dat je kijkt, want ik heb hier weer echt een super gaaf testje voor jullie klaarstaan. Want ik had dus daarnet een discussie met Selma. Want Selma die denkt dus dat je door de straling van je telefoon, dat er iets gebeurt met je brein of zo. Ik weet niet, dus die belt alleen nog maar met oortjes in. Want ze heeft ook zo'n filmpje gezien op het internet waarin ze laten zien dat je popcorn kan poffen met mobieltjes. Dus je laat ze elkaar dan bellen. En dan poffen ze. Zeggen ze. Dus, ik denk dat het tijd is om dat gewoon uit te gaan testen. Om te kijken of het echt waar is of niet. Dus ik heb hier drie mobieltjes. En ik ga ze elkaar gewoon laten bellen. En dan gaan we kijken of dit een mythe is of niet. Daar gaat hij. Nep. Nee. Je kan geen popcorn poffen met mobieltjes zoals we kunnen zien. Hoe ze het dan wel doen, ja. Ik denk eigenlijk dat ze gewoon een warme plaat onder de popcorn leggen en daarmee dus de popcorn poffen, maar dus niet met de mobieltjes. Sorry Selma. Zo, ik heb even popcorn gemaakt in de magnetron en dus niet met mobieltjes. Als je zelf nog een leuke test weet, zet het in de comments met hashtag MatsBuster. Dan zoek ik het voor je uit. En like en subscribe, hè. Tot de volgende.